Ik bel voor mijn vrouw, die is al een paar dagen niet echt lekker. En nou komen ze thuis vanuit het winkelen vanuit de stad. En ze is bleek en duizelig. En ja, ik maak me toch een beetje zorgen over, want zo is ze eigenlijk niet echt helemaal. Okay. Kan ik uw vrouw zelf even aan de lijn krijgen? Ja, momentje. Zul je eventjes zelf spreken, Anneke? Met Anneke de Jong. Goedemiddag mevrouw, u spreekt met de assistente van de huisartsenpost. Ik begrijp net van uw man, hè? Maakt zich zorgen om u. Wat is er precies aan de hand? Nou, ik kom net uit de stad. Heeft u pijn op de borst? Nee, ik heb geen pijn op mijn borst. Het, eigenlijk valt het wel mee. Oké, mevrouw de Jong. Ik ga toch de huisarts naar u toe sturen. Ze zijn er binnen het uur. Mocht er iets veranderen in de situatie, moet u terugbellen op de spoedlijn. Ja, oké, dat is goed. Bedankt voor de moeite. Graag gedaan. Sterkte, mevrouw de Jong. Dag. Ze sturen de huisarts even langs. Een groot aantal hulpdiensten in ons land maakt gebruik van de Nederlandse triagestandaard NTS. Deze standaard voorziet niet alleen in een methodische wijze van telefonisch triëren, maar ook in het geven van instructies aan de melder. Een werkgroep met mensen uit de praktijk heeft onderzocht hoe de reanimatie-instructie in NTS beter kan. In samenwerking met de Nederlandse Reanimatieraad, de Hartstichting en een softwareontwikkelaar is een concept uitgewerkt dat triagisten beter ondersteunt bij het geven van reanimatie-instructie. Oké, wat is er precies aan de hand? Ja, ik loop hier en er ligt hier een hardloper en hij reageert niet meer. Oké, is het veilig voor u daar, mevrouw? Ja, we zijn hier veilig. Hij ligt op de bosrand. Oké, hij is niet aanspreekbaar. Nee. En als u hem aanschudt, reageert hij dan? Nee, hij reageert helemaal niet. Ademt hij? Nee, helemaal niks. Ook zijn borstkas gaat niet heen en weer. Oké, mevrouw, ambulance is onderweg. Hulpverlening komt ook mee. Blijft u met mij aan de lijn. Ik ga u helpen. Ja. Weet u hoe u moet reanimeren? Ja, ik ben BHV'er. U kan dat? U bent BHV'er. Is er iemand in de buurt die u kan helpen om te reanimeren? Nee, er is niemand hier. U bent helemaal alleen, oké. Ik ga u helpen. Zet uw telefoon op speaker en leg deze dicht bij het slachtoffer. Terwijl de triagist aan de melder reanimatie-instructie geeft, alarmeert de uitgiftecentralist de dichtstbijzijnde ambulance-eenheden. Reanimatie, first responders gealarmeerd. Vaak wordt ook een beroep gedaan op voertuigen van politie en brandweer die in de buurt zijn. En wordt burgerhulpverlening geactiveerd. Heel goed gedaan. Gaat u weer door met de reanimatie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed. Gaat u door. Als u bij 30 bent, mag u weer 2 keer beademen. U doet dat door middel van de chinlift methode. De kin omhoog. Ja, kijk of de borstkas omhoog komt. Heel goed. Ik hoor de hulpverlening aankomen, mevrouw. Blijft u alstublieft doorgaan met reanimeren tot zij het van u overnemen. De reanimatie-instructie houdt rekening met de omstandigheden. Is de melder bijvoorbeeld alleen of met meerdere personen? Heeft de melder een reanimatiecursus gevolgd? En is er een AED aanwezig? Deze en andere omstandigheden zijn namelijk van invloed op de inhoud van de instructie. Spreekt de melder geen Nederlands? Met één muisklik kan de triagist tijdens het gesprek van taal wisselen. Goedemiddag, u belt met de spoedlijn van de huisartsenpost. Waar kan ik u mee helpen? Nou, u spreekt met de Jong. Is de huisarts onderweg? Want het gaat nou echt niet goed met mevrouw hier zo. Ja. Spreek u met meneer de Jong van de Walmolen RF44? Ja, dat klopt. Kunt u nog met uw vrouw praten, meneer de Jong? Nee, dat... Ja. Anneke, luister rustig, meneer. Wilt u eens voorzichtig aan haar schouder schudden en zien of ze reageert? Anneke? Nee, ze reageert helemaal. Ze doet helemaal niks. Kunt u zien of ze nog ademhaalt? Nee, ze doet daar niet voor. Ja. Meneer, ik ga u helpen. Wat moet ik nou doen? Meneer de Jong, blijft u aan de telefoon en ik ga zorgen dat de huisarts en de ambulance meteen naar u toe komen. En ook de burgerhulpverlener wordt gealarmeerd. Ik wil graag een AE-rit aanvragen in Gouda. Meneer de Jong, hulp is onderweg hoor. Ik ga u helpen met reanimeren. Weet u hoe dat moet? Ik weet niet hoe je moet reanimeren, dat weet ik echt niet. Is er iemand bij u die u kan helpen? Nee, ik ben alleen thuis hier. Okay. Ik ga u helpen. Kunt u de telefoon op de speakerstand zetten en deze naast uw vrouw neerleggen? Ja, ga ik doen. Ja. Kunt u de buitendeur openzetten en zo snel mogelijk weer terugkomen?
Waar is uw vrouw op dit moment? Die ligt hier op de bank. Ja. Wilt u haar op haar rug op de grond neerleggen? Het is belangrijk dat uw vrouw op een harde ondergrond ligt, anders kunt u niet gaan reanimeren. Kunt u naast uw vrouw gaan zitten ter hoogte van de bovenarm? En de hiel van één hand midden op de borstkas plaatsen en de kleding kunt u gewoon aanlaten. De nieuwe reanimatie-instructie houdt rekening met de omstandigheden van de melder, geeft ondersteuning in 3 talen en respecteert een niet-reanimeren verklaring. De instructie kan stap voor stap doorlopen worden en sluit in tekst en beeld aan bij de bestaande manier van werken. Kortom, een sterke schakel in de chain of survival.